Hallo allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag heb ik de meest schuddende camera ever. Nu al minder. Vandaag ga ik het met jullie hebben over de mieren die ik 2 weken geleden binnen heb gekregen. En hoe ik deze heb gehuisvest. Nou, heb ik deze video al een tijdje geleden al stukjes van deze video opgenomen. En dat is omdat ik toen dacht van ik ga nu in één keer alles filmen, dan is dat maar gedaan. Maar toen had ik er geen verhaal achter gemaakt, dus dat ga ik nu doen. Ja, veel kijkplezier en let's go! Om te beginnen had ik de Solenops fugax. Dat is even om te beginnen, omdat die had het minst nodig. Die hadden eigenlijk alleen maar een vochtreservoir nodig wat gevuld moest worden. Daar heb ik eventjes naar gekeken, maar ik heb ze gewoon verhuisd naar een ander buisje. Niet heel veel bijzonders. Ik heb opgemerkt dat ze warmte niet heel fijn vonden. Dus toen heb ik het buisje waar ze in zaten op warmte, in de warmte gezet. En toen zijn ze uiteindelijk naar het koudere buisje gegaan. Ja, kijk, zo kan het ook. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat je met de meeste soorten zou doen. Maar ja, dit heb ik zo gedaan en daar is eigenlijk niet heel veel meer over te zeggen, meer dan dat ze nu in een reageerbuisje zitten. Dan de Harpognathos venator, is het volgens mij. Die zitten in een heel mooi terrarium. Ik had nog een terrariumpje waar ik de krekels allemaal in hield. Die krekels, die als ik ze nu nog zou kopen, want ik voer nu eigenlijk alles met kakkerlakken. Ik heb inmiddels groot genoeg kakkerlakken kweken om alles te kunnen voeren met kakkerlakken. Als ik de krekels nog moet kopen, dan hou ik ze gewoon in het bakje waarin ik ze koop. Maar dat terrarium, dat heb ik dus gevuld met zand. Daar bovenop heb ik wat hout en wat mos gedaan. En daar heb ik de Harpognathos venator heb ik daarin losgelaten. Samen met wat kakkerlakken, omdat de bak goed sluit. Dus daar kon ik kakkerlakken in loslaten en dan kunnen ze zelf jagen. Het nadeel is dat ik nu niet weet of de mieren er goed van eten of niet. Dus ik denk dat ik nog wat dode kakkerlakken ook ga aanbieden. Mochten ze dan niet goed de kakkerlakken kunnen jagen, dan hebben ze altijd nog wat anders om te jagen. Nou ja, jagen, dode prooi. Voor de rest is het heel makkelijk nu het een terrarium is om dit hok veel goed schoon te houden. En vooral vochtig te houden. Schoon is makkelijk omdat ik er springtails in los kan laten, springstaartjes. En vochtig is heel makkelijk omdat het een gesloten ruimte is. Dus daarom ja, hou je het wel vochtig, maar niet te vochtig. Je houdt het wel goed geventileerd door het gaas wat erin zit. Want het is wel gewoon een normaal terrarium. Dus ik ben heel blij met deze kolonie. En ik ga ook zeker kijken hoe ik deze ga houden. Dan het laatste. En dit is weer een lekker korte video. Maar goed. De Anopolepsis gracilipes. Anopolepsis gracilipes, denk ik. De Yellow Crazy Ants of in het Nederlands hazenwindmieren. Dat is een invasieve soort. En dat vond ik lastig, want dan moet je ze dus op een manier houden dat je, je moet ze op een manier houden dat ze wel lucht kunnen krijgen en wel gewoon normaal als mieren kunnen leven. Het moet niet te vochtig worden, want anders verzuipen ze door de condens. En ze mogen absoluut niet ontsnappen, want het is een invasieve soort en anders dan kruipen ze door je hele huis. Wat ik uiteindelijk gedaan heb, is een actionbakje gepakt. Daar heb ik wat gaten in het deksel geprikt, die zo geboord trouwens. Die zo klein waren dat de mieren er niet doorheen konden. En daar heb ik wat zand in gedaan en daar heb ik ze in, nou wat zand, wat aarde in gedaan. En daar heb ik ze ingelaten en ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Waarschijnlijk, het is nu een hele kleine kolonie, dus nu doe ik het zo. Waarschijnlijk komen ze straks in een groot nest wat invasief proef is. Maar ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze korte video. Ik hoop dat jullie een beetje gezien hebben hoe ik mijn soorten nu gehouden heb. Ik heb natuurlijk wel heel veel research gedaan voordat ik dit zo heb besloten om dit zo te gaan houden. Volgende week ga ik het hebben over een polyhagis. Er is namelijk iets, ja, verkeerd kan ik niet zeggen. Ze zitten nog gewoon in een setup, maar het klopt niet helemaal. En daar ga ik het volgende week over hebben. Bij deze bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En laat ook even wat leuks in de reacties achter.
Welke soort zouden jullie nooit nemen? Daar ben ik wel benieuwd naar. Welke soort zouden jullie nooit nemen? Want ik ben vooral benieuwd naar waarom niet. Dat is meer waarom niet. En ja, tot volgende week. Laters.